Jesper, een fantastische overwinning van jullie. Ja, als je Heracles op papier ziet, dan zijn jullie natuurlijk de mindere. Maar vandaag op het veld deden jullie eigenlijk geen seconde onder voor Ajax. Nee, dat vond ik ook niet. Zo voelde dat ook aan in het veld. Ik denk dat we vanaf het begin geprobeerd hebben ze goed aan te pakken. En dat zeker de eerste helft goed gelukt is. Zag je net ook even hakkend binnenkomen? Ben jij een beetje een gabber? Of, Ja, dat zie je toch? ik heb ooit wel eens op een feestje heb ik dat wel eens gedaan. En een vriend van mij heeft me dat geleerd. Dus, maar ik ben er nog steeds niet heel goed in. Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen af en toe. Dat zullen we even voordoen, toch? Ja, het is een beetje kleine ruimte hier, man. Nee, maar ga je wel eens naar die feesten ook bijvoorbeeld? Nee, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Maar vroeger, toen we nog in de jeugd speelden, daar had je dan natuurlijk wel nog tijd voor. Dus, maar ja, nu moeten we altijd in het weekend spelen, dus ja. Maar ik zou graag een keer naar zo'n feestje gaan, ja. Terug naar het voetbal, hè, natuurlijk. Want jullie zetten Ajax gelijk vanaf het begin klem, hè, bovenop eigenlijk. Wanneer in de wedstrijd merkte je gelijk van, nou, dit kunnen we wel eens gaan winnen? Ja, ik vond vooral de eerste 10 minuten heel bepalend of zo. Van, het geeft zoveel energie als je ze afjaagt. En het levert dan ook wat op. Want we hebben echt veel kansen gehad, vooral de eerste helft, denk ik. En dat hun het ook niet meer wisten, dat voel je dan gewoon aan. Leg dat eens uit dat het je energie hier geeft. Wanneer merk je dat soort dingen? Als ze fout gaan maken bijvoorbeeld? Ja, als ze fout gaan maken en je verovert bijvoorbeeld zelf een paar keer de bal. Of Want je moet natuurlijk wel veel energie erin stoppen. Als je constant moet sprinten om druk te zetten, dat kost veel kracht. Je kunt ook achterover blijven leunen en dan een beetje wachten. Ja, dat kost minder kracht natuurlijk. Maar ik denk uiteindelijk dat dit meer oplevert. Dan krijg je zo'n mooi cadeautje eigenlijk met dat doelpunt. Ja, dat was inderdaad een mooi cadeautje, ja. Ja, dat was. Ik zette geloof ik druk op Blind en die speelde hem terug. En toen liep ik door en hij speelde hem zo bij Mootje in de voeten. Dus ja, dat was fijn. Ja, en het scheelde niet veel, of jij maakt nog even de 2-0? Ja, dat scheelde inderdaad niet veel. Mooie aanval. Ja, dat was zeker een mooie aanval. Ik goede bal van Brentley. Ik had hem volgens mij nog terug kunnen leggen, maar ze zeggen altijd tegen mij, je moet wat egoïstischer zijn. Dus dat dacht ik in dit geval ook aan. Helaas ging die er niet in. Het is misschien een beetje gek dat jullie dus winnen van de opponent van Real Madrid. Ja, dat vind ik wel. Want die staan nu tegen ons te voetballen. En straks tegen Bill en Modric en weet ik veel wie allemaal. Dus ja, misschien dat het ook wel een beetje meespeelt. Maar, ben je eigenlijk gewoon net zo goed als Bill? Ja, 1-2-3 dacht het niet. Nee, dat. Zo realistisch ben ik ook wel. Maar kijk, voor ons is dit super lekker. Maar voor hen is het natuurlijk minder leuk. Het is natuurlijk een beetje gekkigheid, maar je hebt Ajax vandaag meegemaakt, je hebt ze gezien. Je hebt gezien wat ze fout doen. Wat moeten zij woensdag beter doen om een resultaat te boeken tegen Real? Tot nu toe wat ik gezien heb van Ajax Europees, daar ben ik echt van onder de indruk. Dus ik zou zeggen dat ze dat lekker moeten doen en niet dat ze deze wedstrijd voor hun snel moeten vergeten. En dat ze lekker... gewoon zo spelen zoals ze de Europese wedstrijden al gespeeld hebben. Bayern München en al die wedstrijden. Dan hebben ze zeker een kans, denk ik. Ik hoorde je net al eventjes over een biertje. Hoeveel biertjes gaan er dan op zo'n avond in? Nu eentje, misschien twee. Ik moet zometeen nog naar huis rijden. En dan thuis denk ik nog wel eentje. Maar thuis ga je dan niet de stad in? Ik weet niet of Almelo heel spannend is. Oh ja, misschien dat ook nog wel, ja. Ja, morgen weer trainen. Tegen ons kan je alles vertellen, hoor. Ja, dat weet ik. Leg dat nou eens even uit. Hoe ziet zo'n avond eruit als Heracliet die wint van Ajax? We zitten nu nog met z'n allen even wat te drinken. Dan gaan we... de familie zit allemaal boven, dus daar gaan we natuurlijk even naartoe. En daarna zuipen we ons helemaal de kloten in de stad. Nee, grapje. Nee, ik moet zeggen, ik ben nog niet echt... Ik ben één keer met de jongens op stap geweest en... voor de rest nog niet veel. Dus ja, die jongens moeten me dat maar een beetje leren. Ja, maar je bent dus van het gabberen. Wordt er dan ook gegabberd of wordt er echt een beetje lekker gedanst? Nee, hey, die jongens hebben een hele andere muzieksmaak dan mij, joh. Ik hou van een beetje hardstel, maar die jongens die houden daar niet zo van. Dus jij gaat dadelijk even de iPhone opnemen in de kleedkamer en dan ga jij de muziek bepalen? Ja, ik denk niet dat de jongens dat goed vinden, want het is echt, die vinden dat helemaal niks. Maar misschien laten ze me één nummertje afspelen.